Automotive Insiders. AMM lanceert als eerste non-paint bedrijf een concept dat is gericht op kleine cosmetische schades die binnen 2 uur afgehandeld moeten zijn. Hierbij wordt de klant in de watten gelegd en wordt wachten een feest. Normaal lanceren alleen lakproducenten dit soort nieuwe concepten. Wat waren de reacties vanuit de lakfabrikanten? Nou, ik kan zeggen dat de lakfabrikanten die wij op dit moment hierover hebben gesproken erg positief zijn. Men is eigenlijk heel benieuwd naar de inhoud van het concept. En daar voeren we nu een aantal gesprekken voor. Waarbij de grote organisaties, lees je de multinationals, zelfs openstaan voor dit initiatief. Waarbij AMM een stap vooruit zet met het bedenken van een concept, maar wel respecteren de huidige distributiekanalen die er liggen en die blijven ook intact. Dus wij slaan niet dadelijk een distributieketen over. Wij bieden dit aan onze dealers, distributeurs, waardoor zij vervolgens op een nieuwe manier zo'n markt kunnen activeren. En daar wordt echt positief over op gereageerd. Zowel lokaal als Europees als internationaal. Australië heeft erg veel interesse getoond. Recentelijk Noord-Amerika. En daar houden wij ons op dit moment ook mee bezig als AMM. Hoe reageren de schadeketens? Ze hebben toch een andere marketinginvalshoek en uitstraling dan het AMM-concept. Schadeketens hebben veelal al een eigen concept. Wat al dan niet heel actief wordt uitgenut of kenbaar wordt gemaakt. En wij hopen eigenlijk met het systeem zoals wij het hebben gedacht en de franchiseformule zoals wij daarnaar kijken, veel meer naar die particuliere markt ook te gaan kijken. Samen met het schadebedrijf, want daar ligt namelijk een enorm potentieel wat al een aantal jaren niet echt aangeroerd wordt en niet echt uitgediept wordt. En daar zit enorm veel potentieel voor de schadebedrijven. Waarbij wij nogmaals zien dat dan de consument een voordeel heeft, het schadebedrijf additioneel werk binnentrekt, de dealerorganisatie daarmee een stimulans biedt aan dat schadebedrijf door in te stappen in die franchiseformule. Wat dat er gaat, kijken wij naar de volledige keten die er tot zijn beschikking is, zonder iemand daarin tekort te willen doen. Wat kost het een schadebedrijf om zich aan te sluiten? Afhankelijk van de investering die noodzakelijk is, maar een schadebedrijf zou kunnen participeren vanaf een kleine 10.000 euro. Dat heeft dan te maken met name met een stuk investeringen in infrastructuur, wat al dan niet al aanwezig is. Maar de franchiseformule, de kosten daarvan, die zijn vrij laag. Je moet denken aan bedragen die tussen de 2.500 euro tot 6.000 euro op jaarbasis liggen. En ga er dan wel uit bij het maximale dat daar ook alle marketing aan meegegeven wordt en alle ondersteuning. Dat is echt een heel compleet programma. Kijkend naar de hoeveelheid werk die het oplevert, is het een nieuwe investering die iemand moet doen. Waarbij ook aangetekend moet worden dat de franchise-nemer ook onderdeel is van de franchise zelf. Dus zij gaan dadelijk zelf ook die portefeuille beheersen. Ons volgende event bijwonen of de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Maak dan hier een keuze.